Werk in de winkel organiseert in samenwerking met Skillstown een serie webinars met als thema hoe en door wie worden onze kleren gemaakt. In elk webinar staat één onderwerp centraal. We lopen eens even door. Het eerste webinar, deze, gaat over kinderarbeid. Het tweede gaat over wat Bangladesh nou zet in een label. En de derde heet hoe weet je nou of iets onder goede arbeidsomstandigheden is geproduceerd? Nou, deze webinars kun je als reeks bekijken in één keer, maar ook los van elkaar kun je ze volgen. En hierin worden mensen aan het woord gelaten die weten hoe het er in de sector aan toe gaat. Jos van het Bangladesh-akkoord, Cecile die dagelijks kleding inkoopt en Hansje van der Zwam, nu naast mij van UNICEF. Stel even voor, wat doe je daar? Nou, ik ben Hansje van der Zwaan. Ik werk bij UNICEF Nederland. UNICEF Nederland die werkt aan kinderrechten in Nederland. En wat we ook doen is fondsenwerving voor de programma's voor UNICEF internationaal. UNICEF werkt in 190 landen aan noodhulp, aan scholen, aan kinderen op de vlucht, maar ook aan kinderarbeid en allerlei andere programma's. En het deel van wat we in Nederland doen, dat is echt het opkomen van voor kinderrechten in Nederland. En ik werk binnen dat programma aan kinderrechten en bedrijven en ben verantwoordelijk voor de textielsector in Nederland. En wij spreken dus met Nederlandse bedrijven over wat zij kunnen doen om hun ketens kindvriendelijk te maken. Ja, dus we hebben het over kinderarbeid, we hebben het over Nederlandse bedrijven. Nou, laten we beginnen met zo'n Nederlands bedrijf. We beginnen met de Zeeman. Nou, Hansje van UNICEF, ik krijg hier een heel goed gevoel bij.
Nou, ik ook, moet ik zeggen. Het ziet er prachtig uit. Je ziet echt zo'n eerste lijns fabriek. Je ziet dat daar goed gekeken wordt naar arbeidsomstandigheden. Ik ken de bredere context niet, maar dit ziet er heel mooi uit. Zullen we proberen dat goede gevoel vast te houden? Ja, zeker. We lopen de webinar even door. We hebben het over wat kinderarbeid nou eigenlijk is. Goedkoop en kinderhandjes. We gaan praten over de praktijk. Wat kun je in de textielsector zelf doen tegen kinderarbeid? En wat vertel je eigenlijk aan de klant? Nou, laten we maar meteen met die dringende vraag beginnen. Wat is kinderarbeid nou eigenlijk? Formuleer dat eens eventjes. Nou, kinderarbeid is eigenlijk zijn alle vormen van werk die scholing en of de ontwikkeling of gezondheid van een kind in de weg staan. En dat gaat dan om kinderen tot 15 jaar. Een andere vorm van kinderarbeid is voor kinderen van 15 tot 18 jaar, als dat gaat om zwaar werk. Dat is ook verboden. En beide zijn verboden, dat is internationaal ook afgesproken. En kinderarbeid mag niet. In Nederland is daar ook hele goede regelgeving voor, maar internationaal liggen er in de praktijk met name uitdagingen. Ja, nou, ik moet denken aan die jongen die op zaterdagochtend mijn krant komt brengen. Die is een jaar of 15, dat mag dan weer wel. Dat mag wel, ja. Dat is heel goed om wel te benadrukken. Niet alle vormen van werk zijn ook kinderarbeid. Op het moment dat het de ontwikkeling van het kind niet in de weg staat en het kind gewoon kan leren en naar school kan gaan, dan kan werk soms zelfs goed zijn voor de ontwikkeling van een kind. Denk bijvoorbeeld inderdaad aan dat bijbaantje, die krantenwijk. Of bijvoorbeeld wat klusjes in en om het huis. Dat zijn vormen van werk die niet onder kinderarbeid vallen. Ja, wij hebben het hier over de textielsector. Ja? Niet over de jongens en meisjes die de krantenwijk doen. Nee. En we gingen de straat op. Ja, natuurlijk. Denk ik aan mensen die voor heel weinig geld dit zitten te maken. Dat is vaak wel door mensen wordt gemaakt die er niet zoveel meer aan verdienen. Kinderen vaak ook wel, denk ik. Waarschijnlijk is de kwaliteit minder. En is er toch wel kinderarbeid bij. Er speelt wel een partij. Als ik goedkope kleding in een zaak zie, dan denk ik eerder van dat het bijvoorbeeld uit de mode is en dat ze het daarom kwijt willen, zeg maar. Nou, dan ga ik het kopen. Zo goedkoop mogelijk. En anders hoef ik het niet als het te duur is. Ik weet niet, ik twijfel over de kwaliteit, maar ik zou het zelf niet echt kopen. Ja, dat is niet helemaal eerlijk gemaakt. Hele goedkope shirtjes? Nee, ze gaan gauw uit model, vind ik. Meestal denk ik wel verkopen als het toch goedkoop is. Ja, meestal wel eigenlijk. Natuurlijk gaan wel dingen door je hoofd als van als het heel goedkoop is, misschien kinderarbeid of iets. Als kinderarbeid is, dan doe ik het niet. Nee. Jawel, maar dat staat niet op de voorgrond bij mij hoor, van de kinderhandjes. Want dat is toch altijd maar afvragen. Welk land dan ook. Ja, hoezo lachen om die mevrouw? Ik ga het kopen als het goedkoop is. Ja. Ja, toen dacht ik van ja, maar dan weet je toch, dat zit toch niet goed. Maar deze mevrouw heeft mogelijk toch wel gelijk. Nou, dat zou kunnen. Eigenlijk kan je niet direct aan de prijs zien of het een goed of een niet goed product is. Soms is er een correlatie tussen de prijs en bijvoorbeeld kinderarbeid of slechte arbeidsomstandigheden. Maar zeker niet in alle gevallen. Je hebt hele dure merken die eigenlijk maar heel weinig doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zoals dat heel duur heet. En dus ook aan kinderarbeid. En je hebt ook hele goedkope merken die heel veel doen om te zorgen dat er geen misstanden zijn. En je ziet eigenlijk ook bij deze mensen, dat vind ik wel mooi om te zien, ook de verwarring daarover. Kan je dat nou wel of niet aan die prijs aflezen? En daarbij ook, ja, als consument, hoe weet je nou dat het goed zit? Ja, niet dus. Kan je dus niet aan de prijs afzien? Kan je niet aan de prijs afzien. Je kan wel kijken naar van, nou ja, wat zegt het bedrijf over wat het doet op het gebied van kinderarbeid? Gaat het kinderarbeid tegen? Controleert het dat ook? Zorgt het ook dat leveranciers zich daaraan houden? Sommige bedrijven zijn daar ook heel erg proactief, communiceren ze daarover. Laat ze ook echt zien aan mensen in de winkel. Nou, Zeeman was daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Maar niet alle merken zien dat speciaal iets wat ze in de etalage zetten. Maar je merkt dus wel dat er veel verwarring is onder consumenten van wat is dan wel en wat is niet goed. Ja, maar wel goed om te weten, bijna alle Nederlandse bedrijven die maken hier afspraken over als ze orders plaatsen. Ja,
Dus dat is echt wel heel erg goed nieuws. Dat alle bedrijven in ieder geval een afspraak maken. Dat betekent dat ze beleid hebben. En dat ze ook van hun leveranciers vragen of ze daar in ieder geval een handtekening onder willen zetten. En de volgende stap is dan ook om te zorgen dat ze het ook controleren. En zorgen dat het in de praktijk ook waargemaakt wordt. Ja, precies. Want er moet onderzoek gedaan worden. Ja, dat klopt. Een goede audits. Manier om dat te doen, dat heet audit. En een audit is eigenlijk een onderzoek in de fabriek. Er is een lange vragenlijst met een aantal dingen waar naar gekeken wordt. Bijvoorbeeld, wordt er voldoende loon betaald? Zijn de arbeidsomstandigheden verder op orde? Zijn er geen kinderen aan het werk in de fabriek? Nou ja, daar heb je experts voor en expertorganisaties die goed de context kennen. Het is ook belangrijk om met organisaties te werken die ook echt die lokale context kennen en de taal. Omdat je anders niet helemaal het achterste van de tong ziet, ja. Zeg maar, als je het figuurlijk zegt. En daar kan UNICEF ook bij helpen, neem ik aan. Zeker, ja. Wij hebben in Bangladesh hebben wij een fabrieksprogramma waar we werken met fabrieken aan verbeteringen in en om de fabriek. En daarnaast ook in de context, een wat bredere context, maar dat is een wat ander verhaal. Dus daar kunnen wij bij helpen, maar er zijn ook een heleboel andere expertorganisaties die daar van alles over weten. En ik weet zeker dat bijvoorbeeld in retail bedrijven daarbij op weg kan helpen. Ja, want het is niet alleen kijken, maar ook doorvragen. Zeker, absoluut. Ja, het is heel belangrijk om door te vragen en om opnieuw te controleren. En ook om te gaan kijken, als er misstanden gevonden worden, wat doe je dan om te zorgen dat die opgelost worden? En ook dat ze niet opnieuw weer voorkomen. Ja, want er staat er ook in eerste lijn vaak geen kinderarbeid. Ja, nou dat is eigenlijk, dat is het punt van dat er in de praktijk nu geen kinderarbeid meer gevonden wordt in eigenlijk die fabrieken die, zoals je die zag bij Zeeman. En wat daar heel, dat is super mooi natuurlijk. Dat zijn vaak grote fabrieken die voor de westerse markt produceren. En wat je daar dus ziet, is dat er gewoon heel veel aandacht voor geweest is, voor kinderarbeid. Er is in het nieuws geweest, er zijn berichten over geweest. Dus zowel merken als fabrieken hebben daar werk van gemaakt. Maar helaas betekent dat niet dat kinderarbeid helemaal opgelost is. Nee. Je ziet nog wel dat dat verderop in de keten, je hebt zeg maar de leveranciers van de leveranciers, ja. Dat daar nog wel kinderarbeid voorkomt. En ook dat bij onderaannemers, zeg maar, als bijvoorbeeld fabrieken grote contracten krijgen die ze niet zelf helemaal kunnen uitvoeren, dat ze dat uitbesteden aan anderen, dat heet de onderaannemers, dat daar ook nog wel kinderarbeid voorkomt. Dus doorvragen als Zeker. Je onderzoeker bent. Ja. Daar. Ja, je hebt het al over de keten. Die is vrij complex, inderdaad. Je hebt fabrieken, je hebt onderaannemers, je hebt natuurlijk de spinnerijen, je hebt de katoenvelden. Daar hebben we ook een heel ingewikkeld plaatje bij. Daar moet je ons eventjes doorheen loodsen. Ja. Nou ja, die keten, zeker als je die eerste lijnsketen, zoals dat heel mooi heet, waar de merken eigenlijk de kleding die in elkaar gezet wordt kopen. Die hebben de meeste bedrijven nou wel, merk wel in kaart. Hebben goed zicht daarop. Maar om verder te komen in die keten, naar die andere stappen toe, dat is best lastig. Nou, in dit plaatje. Nou, ik verwacht niet dat iemand dat in één oogopslag kan lezen. Laat heel goed zien hoe complex dat is. Nou, het gaat eigenlijk van het katoenveld, of hier is het katoenveld, tot aan de consument. En alle stappen daartussen. Dus je hebt het katoenveld, dan wordt de katoen schoongemaakt. Dit is een voorbeeld vanuit de katoen, dus ja. Dat moet ik misschien even erbij zeggen. Vervolgens gaat het naar de spinnerijen en weverijen, wordt geverfd. Daarna gaat het, wordt het in elkaar gezet. Dat kunnen onderdelen zijn, maar ook het totale kledingstuk wat in elkaar gezet wordt. En als je die blauwe lijn volgt, is dat één rechte lijn. Maar in de praktijk zie je met al die zijlijntjes dat een heleboel andere partijen bij betrokken zijn om uiteindelijk te zorgen dat dat kledingstuk bij de consument komt. Ja. Nou, dat is best een ingewikkeld verhaal. Dat is ook wel waarom wij in Nederland samenwerken met brancheorganisaties, overheid en maatschappelijke organisaties. Om te zorgen dat we wat meer zicht krijgen op die keten. Dat we ook zorgen dat kinderarbeid verderop in die keten niet meer voorkomt. Ga je niet maar als bedrijf aanstaan om dit allemaal te controleren? Zeker, dat is ingewikkeld. Het is niet onmogelijk. En er zijn een heleboel partijen die bedrijven daarbij kunnen helpen. Ja, voor veel geld waarschijnlijk. Nou, dat valt ook wel mee. Ja? Dat verschilt aan welke partij je kiest. Er is heel veel publiek beschikbare informatie. En er zijn een heleboel partijen die op een heel simpele manier verder kunnen helpen.
UNICEF is er daar één van, maar ik weet ook zeker dat inderdaad in retail bijvoorbeeld bedrijven daarbij kunnen helpen en doorverwijzen naar de juiste adressen. Goed en keurig ondernemen wil niet per definitie zeggen dat het ook dan meteen weer extra veel meer geld gaat kosten. Dus. Nee, nou het kan ook zaken opleveren. Op het moment dat je zorgt dat je kinderarbeid aanpakt en de omstandigheden in de fabriek goed aanpakt, kan dat vaak ook betekenen dat werknemers liever werken voor de fabriek, minder snel vertrekken. Het kan ook betekenen dat er efficiënter gewerkt wordt in fabrieken. Dus soms levert het ook wat op. En daarnaast kun je ook denken aan, zorg je dat je reputatie ook goed blijft. Want op het moment dat in het nieuws komt dat jouw bedrijf gelinkt wordt aan kinderarbeid, is dat echt een heel groot reputatierisico. Ja. Dat snap ik. Door het te lage loon van de ouders moeten kinderen in een andere sector bijverdienen. Dat is wat geregeld gebeurt. Ja, dan hebben we het eigenlijk over de verborgen vormen van kinderarbeid. We hebben, dan zie je dat ouders zelf niet voldoende verdienen. En dat komt zelfs voor eigenlijk in die fabrieken die het best wel goed op orde hebben voor de westerse markt. We hebben zelf bij UNICEF onlangs een onderzoek gedaan in Bangladesh. En daar zagen we dat onder fabrieksarbeiders in die fabrieken die het best wel goed doen, dat daar toch nog 20% zei, ja, mijn kinderen gaan niet naar school. En dat een belangrijk deel daarvan dus ook aan het werk was in de sector, maar dan in andere fabrieken of in de informele sector. Waar moet ik dan aan denken? De informele sector kan straatverkoop zijn, kunnen allerlei dingen zijn. Ja, terug. En sommige mensen die moeten zo lang doorwerken dat dat de kinderen ook weer in de weg zit? Ja, zeker. Dus er zijn niet alleen de lonen spelen dan. Het is heel belangrijk dat goed gekeken wordt naar de arbeidsomstandigheden van werkende ouders. Het kan ook zijn als de kinderen heel lang, of als de ouders heel lang werken. Dan heb je ook het risico, als er geen goede kinderopvang is en kinderen ook niet naar school gaan, ja, dat kinderen dan wel in arbeid terechtkomen of thuis gaan zorgen voor jongere broertjes en zusjes. Met name komt dat voor als ouders niet voldoende verdienen en er geen goede dagopvang voorhanden is. Dus dat zijn risico's die, dan krijg je het risico op verborgen vormen van kinderarbeid, zoals we dat noemen. Ja. Even terug naar Nederland. Hoe kunnen wij Nederlandse bedrijven dan kinderarbeid voorkomen? Ja, nou het start heel simpel met zorg dat je beleid hebt. Ja. Zeg gewoon, wij willen geen kinderarbeid. Dat lijkt nogal gratuit. Of zeg dat je zegt van, nou ja, dan schrijf je het op en dan. Maar dat is wel het startpunt. Zeg dat je het niet meer doet. Maak afspraken met je leveranciers. Ga vervolgens controleren. Doe die audit. Zorg dat je de juiste experts hebt. En zoals ik net al zei, kinderarbeid is best complex. Zeker als je naar die keten kijkt. Ga samenwerken. Er zijn ontzettend veel expertorganisaties. UNICEF is er daar één van. Maar ik heb er ook een aantal. Je hebt de campagne Stop Kinderarbeid en een reeks aan andere organisaties die je als bedrijf daarbij kunnen helpen. Om 1, kinderarbeid in de fabriek uit te bannen. Met name ook in die verdere lagen van de keten. En 2, ook te zorgen dat de grondoorzaken van kinderarbeid aangepakt worden. Want eigenlijk alleen als die grondoorzaken aangepakt worden, dan los je ook kinderarbeid op. En dan gaan kinderen naar school en werken ze niet meer. Ja, stel je doet zaken met een bedrijf, met een fabriek in bijvoorbeeld Bangladesh. En dat blijkt er niet op orde te zijn. Wat dan? Ja, dan is het heel belangrijk dat je in gesprek gaat. Trek je niet meteen terug. Zeg niet meteen, oh, we hebben hier kinderarbeid gevonden. Nu sluiten we de lijnen. Waarom niet? Er zijn voorbeelden uit het verleden waar bedrijven dat gedaan hebben. En waar je dus ziet dat een bedrijf niet langer die orders heeft, de kinderen op straat zet. En kinderen dus dan wel op straat terecht kunnen komen. En soms zelfs zijn veel ergere vormen van arbeid tot aan toe. Dat wil je voorkomen. Beter is om met het bedrijf in gesprek te gaan. Om te gaan zorgen samen met organisaties die daar expertise in hebben. Zoals UNICEF bijvoorbeeld. Even een handje bellen. Bijvoorbeeld, je kan mij bellen. Ik zal dat niet zelf doen. Dat zullen mijn collega's in het desbetreffende land dan doen. Vaak in samenwerking met andere organisaties. Die zullen ervoor zorgen dat we zorgen dat het kind van de fabriek naar school begeleid wordt. En dat kan soms met tussenstappen gaan om een overgangssituatie te hebben. Het gezin moet voldoende inkomsten hebben. Als die inkomsten in één keer helemaal wegvallen, wil je dat dat gezin een alternatief inkomen heeft. Dus dat is een zorgvuldig proces. Maar er zijn allerlei organisaties die bedrijven daarbij kunnen helpen.
Ik heb van de week een badjas gekocht. En ik wist dat we hierover zouden praten. En ik ga het toch even proberen. Ik was in die winkel, ik paste die badjas. Zat goed. Was niet heel erg duur. €12 zoveel. Dus ik vroeg aan de verkoopster. Hoe kan dat nou? Dat wist ze niet. Ze kon me dat niet vertellen. Ja. Nou, ik zou zeggen jammer. Gemiste kans. Ja, want ik denk als je als bedrijf het goed doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ook goed weet hoe je kinderarbeid kan voorkomen. Dan is dat ook iets om trots op te zijn. Dus ik zou willen adviseren aan die winkelketen. Zorg dat je mensen weten hoe het zit. Nou, maak het onderdeel van je marketingplan. Maak het onderdeel. Zorg dat iedereen ook weet, als je beleid hebt op kinderarbeid, om kinderarbeid tegen te gaan. Dat iedereen dat ook weet. Dat je in de winkel als consumenten daar vragen over stellen. Daar ook vanaf weet. En aan winkelpersoneel zou ik willen adviseren. Ga eens kijken op de website van je bedrijf. Ga eens vragen van hoe zit het nou bij ons? Hebben we beleid met betrekking tot kinderarbeid? Wat doen we daar verder mee? Controleren we ook onze leveranciers? En dat is een mooie manier om aan de ene kant of heel trots te kunnen zijn op je bedrijf, of om het eens op de agenda te zetten. Ja, maakt dat indruk? Jazeker. Ja, zeker als ook wel verteld wordt dat consumenten ernaar vragen. Dat mensen in de winkel die vraag hebben. Dan maakt dat wel indruk. Ja. Ik kan misschien de vraag aan jou terugleggen. Stel nou dat die verkoopster jou daar een goed antwoord op gegeven had. Hoe was jij dan de winkel uitgegaan? Dat hangt er natuurlijk vanaf wat het antwoord was. Ja, nou, als ze had gezegd van we hebben het goed op orde. Wij controleren dat. We hebben een maatschappelijk beleid met betrekking tot maatschappelijk. Ja, dan ga ik met een heel goed gevoel de winkel uit. Ja. Dan wel, ja. Ja, natuurlijk. Ja, moet je wel weten. Ja, precies. Dat is waar. Nou, mocht je nog meer vragen hebben, we kunnen natuurlijk terecht bij UNICEF, begrijp Zeker. Ik. Ja. En je mag ook altijd ten alle tijde even mailen met Femke. Je ziet het e-mailadres. Dankjewel. Graag gedaan.